De voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, is vanaf 1 februari met ontslag. Hem is de wacht aangezegd omdat er volgens minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onregelmatigheden zijn ontdekt binnen dit instituut. Tijdens een vandaag gehouden persconferentie heeft de bewindsvrouw uitgelegd waarom ze tot dit besluit is gekomen. De wantoestanden zijn volgens Verrier ontdekt door het bestuur van de Institute for Graduate Studies, IGSR, dat nauw samenwerkte met het universiteitsbestuur. Zo kunnen onder andere de inschrijfgelden niet verantwoord worden door het universiteitsbestuur. De bewindsvrouw benadrukte dat de instelling nog steeds volledig wordt gesubsidieerd door de overheid. Ze vraagt zich, net als het bestuur van het IGSR af, wat er met die middelen is gebeurd. De subsidie op de begroting van het ministerie voor het jaar 2019 bedraagt 160 miljoen SRD. Omdat alle salarissen plus de voorzieningen van de universiteit nog steeds komen uit die subsidie. En dan zou je kunnen denken van, heeft de universiteit dan geen inkomsten? Want waarom moet alles uit die subsidie betaald worden? En ik, om het duidelijk te maken, ook in het algemeen publiek. Want daarom is die rol van IGSR is heel belangrijk. Want daar zit onderwijs bij. Er zit onderzoek bij. En er zijn organisaties, een internationale organisatie, die het IGSR inschakelen om onderzoek te doen. En die betalen daarvoor. En daarom gaat het dan om, wat gebeurt er met die gelden? Hoewel er nog geen duidelijkheid is over hoe groot de bedragen zijn, weet Verrier dat het gaat om euro, US dollar en SRD's. Volgens de minister moet het KLAT binnen niet al te lange tijd duidelijkheid brengen in deze zaak. Behoorlijk bestuur, transparantie zijn speerpunten van deze regering. We willen kwaliteitsverbetering. Dat betekent dat eigenlijk alles wat we moeten doen, daar zijn we verantwoordelijk voor. Daar moet je verantwoording voor kunnen afleggen. En wanneer we dus alles op een rij hebben gezet, nogmaals, de directeur van de IGSR is nu buiten functie gezet. Maar met een voorzitter van een bestuur van de universiteit kan je dat niet doen. Dat is juridisch niet juist. Dus hadden we geen andere mogelijkheid dan om de heer Menke te ontslaan. Er is geen termijn genoemd. We hebben wel aangegeven dat het heel erg urgent is. Een tussentijds rapport. Maar met zo'n onderzoek, omdat het al een hele tijd loopt, weet je niet wat er boven gaat komen. We hebben gevraagd om een bepaalde periode te onderzoeken, de afgelopen 5 jaar. Maar gaandeweg het onderzoek kan er meer naar boven komen en daar hebben we geen zicht op. Dus dat is helemaal de KLAT, we vertrouwen de KLAT helemaal dat ze een gedegen onderzoek doen. Tot zover minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens een persconferentie vandaag. Volgens haar is de voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, vanaf 1 februari ontslag aangezegd.